Niet? Een schelpenpad. Nee, dit is, hoe heet het? Die Franse... Oh, jeu de boue. Jeu de boue. Petang. Dat hebben we, hier achter. En, Mo, je zei iets over een telescoop, hè? Heb je daar een telescoopje voor me? Kijk, ik zeg net hier een telescoop. Ja, dan moet ik weer gaan zoeken, lief schat. Oh ja, hier. Yeah. En wat het ging je zou geweldig zijn als we... voyeur spelen met de telescoop, toch? Dat was het, hè? Ja, ja. Wij zaten aan de overkant van de kanaal. Ja. Vroeger, als PVC voetbal zijnde. Ja. En het zou geweldig zijn als je iets met 3D of zoiets kunt... Ja, van nu en van vroeger en van nu. Maar waar zie je dat dan? In het beeld van een telescoop? Ja, misschien. Of iets wat erop lijkt. Of een... Ik weet niet, tegenwoordig heb je van die dingen... Ja, je zou een soort VR in zo'n oude telescoop kunnen doen. Wauw, jij bent geweldig. Volgens mij voelen we precies wat wij willen. Een telescoop aan de rand. En ook dat je naar de... Het is nu aan de overkant allemaal huizen en het is allemaal nieuw. Ja. Misschien kun je dan zien van, hé, daar zijn we aan onze kinderen laten zien. Van, daar zijn wij. Wat geweldig. Vroeger hebben we daar gevoetbald. En dan kan je dat gewoon blijven veranderen, zo'n VR-beeld. Denk het wel. Ja. Ja. En je had echt een paar... En dat in combinatie met zo'n Japanse boom. Oh, ja, een S, hè? Japanse S, volgens mij. Ja. Ja. Wauw. Dat gaan we... Daar hebben meerdere mensen hoge ogen. Dit is de speurtocht trouwens, hè? Wat vind je van de speurtocht? En dan over het heel Utrecht gewoon. Heel Utrecht. Gewoon over die hele stuk. Trekpleister nummer 1. Yeah. Nou Mo, wij gaan je inhuren. En dan hebben we in onze mooie grabbelton. Had je nog, laat nog één ding zien. Wat je... Nee, je hoeft niet. Je mag lekker doorgaan, maar voor de camera. Nou, je hebt me aangezet. Ja, dit is wel leuk. Schaken, yep. Absoluut. En aan deze kant zou je dat willen? Ja, natuurlijk. Hè? Voor de kinderen die aan het wachten zijn. Hè? Ja, als de kinderen aan het wachten zijn. Of, als een papa of mama aan het voetballen is. Ja. Ja. Of tijdens toernooien, als ze dan... Als Want dan we zitten kinderen... op de Mark van Basten. Ja. Ja, nee, dus vooral veel met spelen. Recreatie, spelen, sporten, denksporten. Beweging. En beweging. En ik ben van cultuurdingetje. Dus ook iets met... Dit is een multiculturele vereniging bijvoorbeeld. Ook een multiculturele wijk. Ja. Dus moeten we ook iets van... Iets Marokkaans, iets Turks, iets Grieks, iets Italiaans, iets Spaans, iets... Iets met cultuur. Ja.